Twee bewoners zijn er afgekomen op deze bijeenkomst. Wat is eruit gekomen? Nou, ze waren heel blij met de informatie en dat ze goed geïnformeerd zijn. En ze vonden het heel jammer dat er maar twee bewoners waren gekomen. Ja, het feit dat er maar twee bewoners zijn, wat betekent dat? Ja. Nou, dat is buitengewoon jammer, want maandag toen wij de handtekeningen en de brief van de bewoners hadden gekregen, vorige week, toen was voor ons één ding duidelijk. Wij kunnen denken dat wij een goede technische oplossing hebben, maar als bewoners dat niet zien zitten en die hoeveelheid bewoners, dan is er maar één ding mogelijk, dat er gewoon naar een alternatief gezocht moet worden. Puur komt er niet? Puur in die zin komt er niet, want we moeten constateren, naar aanleiding van de handtekeningen die er waren, dat het toch gewenst is om een ander alternatief met bewoners te zoeken. Want hoe je het went of keert, als niemand deze variant wil, dan moet je op zoek naar alternatief. We hebben nu geconstateerd, twee bewoners zijn gekomen en we willen toch graag in gesprek, want dat is iets wat we de hele tijd aangeven, omdat we niet via de media willen communiceren, maar gewoon aan tafel, want daarmee voel je het echte gesprek. Dus dat gaan we nog een keer een poging voor doen om nogmaals een brief de deur uit te doen. En daarin aan te geven op welke wijze wij graag in gesprek zouden willen komen. Maar toch, de bewoners zeggen dan, we willen met iedereen om tafel. Dat is dus wel iets wat straks aanstaande is als het over die alternatieven gaat. Ja, dan moeten we kijken, want dan ga je zeggen van, goh, gaan wij dan de alternatieven, een alternatief presenteren? Of wil je een klankbordgroep van bewoners waarbij je lopende traject om een voorstel te doen voor alternatieven, dat even kunt voorhouden aan een kleinere groep bewoners, om op basis daarvan dus op een gegeven moment een voorstel te komen wat dan voor iedereen gepresenteerd kan worden.